allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en we hebben weer gewerkt vandaag. De week is door midden en vanavond ga ik weer even live streamen. Wie er allemaal zal komen weet ik niet, ik zie het vanzelf wel. Maar vanavond is er in ieder geval weer een livestream. Ja, ik heb niet veel gedaan, ik heb dus alleen gewerkt. En de week is in ieder geval gelukkig weer door midden. Oh ja, ik heb nog wel wat. De 12 uur livestream. Jullie hebben het gezien. De 12 uur livestream is niet doorgegaan. En reden daarvoor. Je verwacht ook niks anders. Is dat de mensen weer een hoop beloven en niks nakomen. Daardoor is de livestream dus niet doorgegaan. Alleen Rob en ik zouden dan zijn. En ja, dat zijn gewoon maar twee mensen. Te weinig deelnemers vind ik zelf voor een livestream. Dus bij deze is de livestream dus niet doorgegaan. Wanneer die wel doorgaat, weet ik niet. En ik heb er ook niet zoveel zin meer in om een 12 uur livestream te doen. Voor mij is eigenlijk de kous hierbij af. Eerst het gedoe met de mini-meeting in Arnhem. En nu dus de volledige afwezigheid op de 12 uur stream. Doet mij dus de reden toe dat ik dus niet geen zin heb meer in een 12 uur stream. Ik kap ermee. Ik zal dat ook aan de jongens mededelen vanavond. Dat ik dus bij deze bedank voor 12 uur en 24 uur streams. Helaas, maar helaas heb je met zulke dingen te doen. Als de mensen een hoop beloven niks nakomen, dan heb je dus inderdaad van zulke soort dingen. Nou, ik ga even lekker een hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik ga het zo even eten en dan ben ik zo weer terug. Als ik dadelijk weer thuis ben, dan zal ik eventjes de vlog vervolgen. Dus ik zou zeggen, tot zo. Zo, het is inmiddels 9:30 geweest. Ja, 9:30 is het. En ik ben nog niet begonnen met de livestream. Omdat ik nog een mededelingenfilmpje aan het uploaden ben. Jullie hebben dat filmpje inmiddels al gezien. Het is natuurlijk een week verder. Boos, teleurgesteld en verdrietig, een mededeling filmpje. En dat gaat dus alles, heb alles te maken over ja, de mislukte 12 uur stream van afgelopen zaterdag. Voor mij aanstaande zaterdag zou het geweest zijn. Voor jullie had het afgelopen zaterdag geweest. Ja, helaas mislukt. Gaat dus niet door. En ja, daar ben ik nogal verdrietig teleurgesteld over. We hebben een hele gesprek gehad in de WhatsApp groep. En ik heb mijn eigen teruggetrokken. Ik doe voorlopig niet meer mee aan livestreams. Die 12 uur zijn die georganiseerd zijn. Daar doe ik dus niet meer aan mee. Dat heeft dus te maken met de teleurstelling. Eerst natuurlijk de teleurstelling gehad van de mini-meeting die niet doorging. En nu dit weer. Terwijl ik even aan het proberen ben om mijn draadje erin te krijgen. Ja, dat is gelukt. Wow. Zo. Dus vandaar dat ik dus even mij teruggetrokken heb. Ik hoop dat mensen dat begrijpen. Ik hoop het wel. Als je een beetje goed verstand hebt, begrijp je het wel, denk ik. Nou, ik zit inmiddels op 86%. Dus hij is bijna geüpload. Jullie hebben hem vorige week gezien. En dan ga ik zo beginnen met de livestream, toch. ik weet niet hoe lang ik het volhoud. Ik denk maar een uurtje. Het zal vandaag geen lange livestream zijn. Ik heb niet zo zin. Eigenlijk heb ik helemaal geen zin meer om te streamen vandaag. Dus ik weet het nog niet. Ik kijk nog heel even wat ik ga doen. En dan zien we het vanzelf wel. Ik moet eigenlijk ook nog een hoop video-editwerk doen voor de aankomende week. En ja, ik heb eigenlijk niet zoveel. Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd voor. Ik heb eigenlijk ook geen zin meer. De zin is eigenlijk een beetje helemaal weg. Door dit incident, laat ik het zo zeggen. Het incident.
Nou, ik ga nog even verder hier, oh. Ik kan nog even verder hobbyen hier, oh. Ik heb net een video gemaakt van ongeveer 10 minuten. Dus die is nu even aan het downloaden. Of aan het uploaden. En dan ga ik nog wel even kijken wat ik vanavond doe. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels de andere dag. Ik heb geen... Ik heb geen einde meer opgenomen omdat ik gewoon in slaap gevallen was. Ik was zo moe. Ik ben op de bank in slaap gevallen. En ik heb dus geen outro meer opgenomen voor deze vlog. Ik ga het zo naar mijn werk. Het is nu inmiddels 7:03. Dus ik ga me opmaken om naar mijn werk te gaan. En wat ik vandaag allemaal weer meemaak, dat moeten jullie even morgen bekijken in de vlog die van morgen komt. Ja, ik heb niet meer ook gelivestreamd. Ik had er geen zin meer in. Ik had eigenlijk door het gedoe van gisteravond had ik geen zin meer om te livestreamen. Dat heb ik ook niet meer gedaan. Ik was er een beetje klaar mee. En ik heb gewoon niet meer gelivestreamd. Of dat het vanavond gaat gebeuren, weet ik nog niet. Kijk nog wel eventjes. En als dat zo is, dan zien jullie dat vanzelf. Als je dat belletje indrukt, dan krijgen jullie elke keer wat jullie op de hoogte houden. Als er een livestream bezig is of als er een nieuwe vlog online staat of een andere video. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op dat belletje dus voor op de hoogte gehouden te worden. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Nou, de groetjes allemaal en skabadi, skabadoe, skabadabadoe.